Heerlijk, even kijken naar de sterren. En als je goed oplet, dan zie je zo nu en dan zelfs iets bijzonders. Een bewegende ster. Dat is inderdaad iets om verder naar te kijken. Bewegende sterren. En om goed te kijken heb je natuurlijk een kijker nodig. Je ziet hier alleen staan de optische telescoop. Nou, het woord optisch zegt dus al van dat het werkt met zichtbaar licht. We kijken eventjes naar zo'n soort telescoop. Kijk, hier heb je één. En het licht komt natuurlijk van rechts naar binnen toe en links heb je oog zitten. Dus we zullen even kijken hoe dat zit. Kijk, inderdaad, links het oog, rechts komt het licht binnen. En er zijn twee lenzen. Hier is een lens en daar is een lens. En het voorste noemen we het objectief en het achterste noemen we het oculair. En deze telescoop die werkt dus doordat het licht gebroken wordt door de lenzen. We noemen dan het ook refractietelescoop. Het woord refractie betekent breking. Een ander soort telescoop is niet refractie, maar een reflectietelescoop. Reflectie, spiegeling, werkt dus met spiegels. Kijk, hier heb je zo'n reflectietelescoop. En waar zit nu de spiegel? Nou, die zit daar aan de onderkant. Het is een gebogen spiegel, parabolisch. En behalve deze spiegel zit er nog een klein spiegeltje aan die kant. Licht komt aan de voorkant naar binnen toe. Die wordt gereflecteerd door die parabolische spiegel en die is zo gemaakt dat ze gereflecteerd worden naar het kleinere spiegeltje. Dat kleine spiegeltje reflecteert het licht weer. En dan gaat het naar buiten toe, naar het oog. Ja, nu zie je wel, naar buiten toe. Hij gaat door de spiegel heen, dat kan niet. Daar wordt natuurlijk een klein gaatje gemaakt, zodat de lichtstralen er doorheen kunnen. Ja, dus eventjes alles weg, behalve de spiegels en de lichtstralen. En zie je dus hoe de lichtstralen tenslotte naar je oog toe gaan. En bij het oog is trouwens nog wel één klein lensje, ook hier weer het oculair. En dan vormt het beeld zich wat je kunt zien. Je kunt dus kiezen voor lenzen, spiegels. Spiegels die zijn wel hogere zorgen wel voor een hogere kwaliteit. Maar nadeel voor spiegels is toch ook wel dat ze behoorlijk kostbaarder zijn dan lenzen. Dus het is een afweging, een economische afweging in feite. Nu heb je zo'n optische telescoop en dan kijk je naar, maar dan heb je een paar problemen. Kijk, dit is bijvoorbeeld een probleem, de lichtvervuiling. Kijk om je heen en je ziet overal wel ergens licht van de aarde. En dat hindert het kijken naar het heelal. En behalve lichtvervuiling heb je helaas ook nog luchtvervuiling. Kleine stofdeeltjes in de atmosfeer, die hinderen ook het licht om goed bij jouw telescoop te komen. Goede telescopen zul je dan ook vooral vinden in gebieden waar de lucht zuiver is, het hoge bergte. Chili is een ontzettend goede plek voor de astronomie. Wat natuurlijk ook kan, is dat je niet op aarde gaat, maar juist in de ruimte. Dan heb je helemaal geen last meer van de atmosfeer. Ruimtetelescoop dus, een hele bekende, is de Hubble Nederlandse kwaliteit. Op aarde heb je ook nog andere telescopen dan optische telescopen, namelijk telescopen die niet met zichtbaar licht werken, maar met radiogolven werken en dat noemen we een radiotelescoop. Die radiotelescoop wordt vaak in een opstelling gedaan dat je meerdere telescopen naast elkaar hebt en dan wordt het een radiointerferometer genoemd. Die zorgt ervoor dat hij kunstmatig een veel grotere diameter heeft dan één zo'n radiotelescoop. De resolutie wordt hierdoor veel en vele malen beter. Goed, het gaat over bewegende sterren, dus er moet iets bewegen. En voordat we naar bewegende sterren kijken, even iets anders wat beweegt. Je ziet hier een tennisser en die wil graag tennissen, maar heeft niet een partner gevonden. Dus wat doet hij? Hij heeft een ballenkanon en kijk, daar komen ze aan. Die ballen gaan trouwens wel behoorlijk hard, 20 meter per seconde en erger nog, er gaan twee ballen per seconde uit dat kanon vandaan. Dus, wat is dan de afstand tussen twee ballen?
Nou, 20 meter per seconde is de snelheid, 2 ballen per seconde, dus is de afstand tussen 2 ballen 10 meter. Nou, stel je voor deze situatie, maar nou, erger nog, het kanon zelf gaat ook nog eens naar voren toe, met 2 meter per seconde. Dat betekent dus dat als een bal wordt weggeschoten, gaat het kanon 1 meter dichterbij komen en dan wordt er weer een bal weggeschoten. Dat betekent dus dat die afstand tussen twee ballen, die was 10 meter, maar die wordt dus nou nog 1 meter kleiner. Nou, dat betekent dus dat die afstand kleiner wordt omdat het kanon beweegt. Dit kunnen we ook vertalen naar trillingen en golven. Die 2 ballen per seconde, dat is dan de frequentie. En die 20 meter per seconde, dat is dan de golfsnelheid. En die afstand tussen die twee ballen, dat is dan de golflengte. En die kun je dan berekenen met v gedeeld door f. En die golflengte, die verandert dus omdat het kanon beweegt. En een kanon, dat is dus in feite de bron van de golven. Dus betekent dat de golflengte is afhankelijk van de snelheid van de bron. En dat is voor het eerst opgemerkt door meneer Doppler. Kijk, hier heb je hem. En dit effect wordt dan dus ook genoemd het Doppler-effect. Nou, dit kun je dus met tennisballen bekijken, maar let op, ook in dagelijks leven zullen Doppler-effecten tegenkomen. Hier komt ie. Je hoorde de klakson en de klakson veranderde van toonhoogte. De frequentie verandert en komt omdat de trein naar je toe kwam. En als je naar je toe komt, dan wordt de frequentie hoger. Je hoort het ook wel eens bij raceauto's. Hè. Dan heb je inderdaad dat je hem aan hoort komen en dan is de frequentie hoger. En als je weggaat, dan hoor je dat de frequentie lager is, de toonhoogte wordt lager. Dat is het Doppler-effect. Geluid is ook een golf, dus ook daar heb je het Doppler-effect. Geen tennisballen. Geen treinen, geen raceauto's, maar we zullen het hebben over sterren. En als een ster stilstaat, dan zendt hij een golftreintje uit, namelijk licht. Licht is een golf en die komt op aarde terecht. Maar als een ster nou niet stilstaat, maar die beweegt naar de aarde toe, dan zal dus de golflengte korter worden. En betekent dat de frequentie toeneemt. En andersom, als een ster van de aarde afbeweegt, wordt de golflengte groter en betekent dat de frequentie afneemt. En dat kun je zien bij de kleuren. Ja, even een spectrum erbij en dan zie je dus van hey, als de frequentie toeneemt, dan kijk, als de frequentie toeneemt, dan ga je dus die kant op, dan verschuift hij dus naar blauw. Oftewel een ster die een beetje blauwachtiger uitziet, die zal dus waarschijnlijk naar de aarde toe bewegen. En als je een ster hebt die een beetje roodachtiger uitziet, die zou dus dan juist van de aarde afbewegen. Nou, dus de verschuiving die zegt iets over de beweging van de ster. En dan krijg je dus weer de spectraalanalyse om de hoek kijken. Laten we eventjes hier, dit is de eigen zon. Ja, de eigen zon staat ten opzichte van de aarde mooi in het middenpunt stil. Dus dat scheelt. En als je nou een andere ster bekijkt. Nou, een ster op bijvoorbeeld, hè, hier hebben we 1 miljard lichtjaar weg. En dan zie je dat die lijnen verschuiven. Ja, ze verschuiven allemaal een beetje naar rechts, naar het rode gebied toe. En een roodverschuiving betekent, heb je hem nog, precies, dat de ster van ons af beweegt. Hij verwijdert zich af van aarde. Dus met die spectraalanalyse, hè, vergelijken. De absorptielijnen kun je vergelijken en dan kun je zien hoe een ster zich of naar ons toe beweegt of van ons af beweegt. Goed, dat was het weer. Tot ziens.